Gisteren samen met de andere voorzitters veiligheidsregio hebben we veel contact gehad. Gisteren ochtend zelf de vraag gesteld, moeten we er niet nog eventjes wat mee doen? Want wat is eigenlijk de huidige situatie? En uiteindelijk hebben we met elkaar besloten om een soort brandbrief naar het kabinet te sturen. Ja, samen met de andere signalen die er zijn afgegeven, heeft dat geleid tot het verbod. Ik denk dat het heel verstandig is als je ziet hoe groot de druk op de zorg inmiddels weer is. Dit kunnen we er beter niet bij hebben. Ja, want het leek er heel lang op dat het kabinet dit besluit niet ging nemen, hè? Ja, het leek er inderdaad lang op. En laten we wel wezen, het leek er ook heel lang op dat de druk op de zorg minder groot zou zijn als die nu was. Dus het past allemaal wel bij elkaar. Heeft dit nog extra gevolgen voor Leiden? Want u was natuurlijk alweer bezig met het bestaande vuurwerkverbod weer wat uit te breiden. Ja, dat is dan eigenlijk zinledig geworden omdat er een algemeen vuurwerkverbod is gekomen. We moeten even goed nadenken hoe we het dit jaar allemaal gaan organiseren. Dit betekent wel dat we een aantal dingen anders moeten gaan doen dan we van plan waren. Maar dit is wel prettig voor iedereen. Dit is ook het meest duidelijke. Al die verschillende verboden lokaal maakt het ook voor burgers minder helder. Dus ik ben altijd wel blij met een heldere landelijke lijn. En voor komend jaar hebben we die weer. Hoe is het met de handhaving? Want ik sta maar bij dat u laatst zei tegen de gemeenteraad, als je ziet hoeveel vuurwerk er vorig jaar werd afgestoken, ondanks dat landelijke verbod, dan weten toch wel heel veel mensen blijkbaar de weg te vinden om toch aan vuurwerk te komen. Ja, dat klopt. Dat zien wij natuurlijk ook. Maar tegelijkertijd zagen we afgelopen jaar, en dat was het hoofdmotief, dat er nauwelijks mensen in de ziekenhuizen terechtkwamen. En dat is anders dan normaal. Dus dat hebben we in ieder geval bereikt. En dat was ook het doel. Dus dat is ook datgene wat nu voorop staat, niet het andere. Het tegengaan van het gebruik van vuurwerk, dat is wel een lange termijn doel. Dat heeft de gemeenteraad ook uitgesproken. Daar streven we ook naar. Maar voor komend jaar ligt de focus weer op het tegengaan van slachtoffers. En dat is ook datgene wat we nu, denk ik, hiermee ook goed kunnen bereiken.